Hele goede avond, dames en heren. Het was droog vandaag en op de meeste plaatsen ook vrij zonnig. En dat is vanavond en vannacht eigenlijk niet anders. Nog steeds droog weer en op veel plekken ook brede opklaringen. Nu, in de loop van de nacht kan het eventueel wat nevelig of wat mistig worden in de noordelijke gebieden in Nederland. En de minima die schommelen tussen 4 graden in de heldere gebieden. 6 tot 12 graden hier in het noorden, waar er dus wat lage wolken kunnen ontstaan of hangen. En in de Ardennen, Hoge Venen, halen we minima zo net boven het vriespunt. Misschien dat we daar lokaal zelfs net onder gaan in die regio. En morgen voormiddag, wel, we starten met de zon in België, ook in het zuiden van Nederland. In het noorden dus dat ochtendgrijs. En het is de verwachting dat die maar heel traag zal gaan optrekken. Dus ook net na de middag verwachten we daar nog steeds redelijk wat wolken, maar stilaan gaat de zon er toch meer en meer gaan doorkomen. Elders blijft het zonnig en dan is het eigenlijk pas tegen de avond dat er in de westelijke delen van de Benelux meer wolken kunnen binnenschuiven. En de maxima een 16, 17 graden op de meeste plaatsen. En daarna wordt het dus allemaal een stuk minder, want op maandag veel wolken en temperaturen van een 12 tot 16 graden. Af en toe kan het wat licht druppelen, maar het blijft dus meestal droog. Hier en daar ook een paar opklaringen. Op dinsdag is het nog steeds droog weer, met ook veel grijze wolken opnieuw en maxima die vergelijkbaar zijn met maandag. In het noorden van Nederland, dus de noordelijke kustgebieden in Nederland, daar gaat er een felle wind komen te staan, met windstoten tot 80 à 90 km per uur daar. En ook op woensdag nog steeds een matige tot soms vrij krachtige wind met een neerslagzone die over onze regio trekt. Af en toe wat lichte regen. En het wordt dus wat frisser in het noorden. 12 tot 13 graden. Elders halen we misschien nog een graad of 15. Maar goed, het is wel de opzet voor de rest van de week, want het gaat nog frisser worden. Richting volgend weekend kijken ze aan. Maxima van amper 9 graden. En we krijgen daar ook waarschijnlijk nog eens redelijk wat regen bij. Felle buien eventueel met onweer. En in de Ardennen gaan die buien stilaan een winters karakter aannemen. En het is dus niet onmogelijk dat daar volgend weekend de eerste sneeuwvlokken naar beneden dwarrelen. Dus het zijn toch tekenen dat de winter wat dichterbij komt. Ziezo, dat was het voor vandaag. Ik wens u nog een heel gezellige zaterdagavond. En heel graag tot woensdag. Dag.